had niet verwacht dat het zou kunnen. Wat kan? En Denner in de wedstrijd veel spektakel. Ga checken. Wat wordt er hier gevierd door de creators? Heel veel panna's, acties en goals, zieke celebrations en een nieuwe clubfotograaf. Huis, dat is het woord van vandaag. Het geluid van vandaag. Oh, de cameraman, ook nog. Het record aantal boksen met Krikel, een record aantal toeschouwers en een keihard duel. Let's go! Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Here we go! Ik heb gehoord dat het de grootste wedstrijd kan worden van het jaar. Ik ben benieuwd, zeg maar. Wat een waanzinnig aantal fans komt er vandaag kijken naar een Creators FC wedstrijd bij een amateurclub. 2468 toeschouwers. En een aantrekkelijke tegenstander in... Welkom in Apeldoorn! We gaan vandaag niet voetballen, maar we gaan skielen. This is the second time I'm going to play football. My skills get better. Laat weten in de reacties. Wie denk je dat er ouder is? Dat is je vrienden niet blij, hè? Wat denk je dat ik zoek? Een hattrick. Lekker, man. Bedankt, hè. Komen we aan Apeldoorn. Hele mooie plaats. Geven ook vrienden lessen. Jij bent te laat! Je bent te laat! Glenn Helder doet de tactische bespreking. Waar je staat in het veld, dat is jouw huis. Maar als jij weggaat van je huis, kan niemand in je huis komen. Glenn's speech, dat we in ons huisje moesten blijven, fantastisch. De opkomst, fantastisch. Alleen ontbreekt er een vlag. Hey, geen Marokko. Hey, waarom had die vlag, joh? Wat heeft Roy daar? Hier zit iets in, jongens, hier zit iets in. Niemand weet het, dit wordt heel, heel tof. En speciaal voor Alessio. Italiano, zie. Timo heeft een goed idee. Wil je nou jouw woord in de volgende video hebben? Laat het dan even weten in de comments. En dan gaat de commentator hem in de volgende video omroepen. Ready to rumble! Rumble! En daar staan ze hoor. Gespeeld wordt voor de voedselbank. Er is hoog bezoek. Don Bosco de Mate is de tegenstander. Luister, lees en kijk mee. Luca voorin, dat betekent 3 goals. Ricky achterin betekent 0 goals tegen. Ja. Ja, Zwaaien. They say, MHS Zwaaien. So I'm Zwaaien. Al bij de handshake is er ruzie. Ik hoor je, groen. Daar de reservespelers van Don Bosco, de jokers en Glenn is wat vergeten, zijn schoenen. Like, subscribe op de video, ga hem checken en delen met al je matties. Zij komen bijna te laat voor een bijzondere onthulling. Ja, anderhalf jaar Eindelijk is die binnen, de YouTube play button voor 100.000 subs. We gaan nu zelfs naar de 250.000 wanneer jij je nu abonneert. Wat is dit? Ja, we staan weer verdedigen, dus we moeten er wel een beetje gevaarlijk uitzien. Mocht onze Noah vandaag de nul houden, dan weten we waardoor het komt. Hè? Ja. Dit is die toen glas. Jawel. Maar moeten we stoppen wanneer de nul is gehouden? In de comments waren dit de eerste reacties erop. Wat vind jij? Laat het ons weten. Ik heb nog niks gedaan. Ik ben al doorweekt van het zweet. Wat een weer, jongens. Ik heb er zin in. Het is 25 graden. Het is zwoel weer. Hij willen we graag in de video. Ja! Nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Aan de wedstrijd wel. Rechts veel meer pers. Een heldenonthaal voor Noah. En een omkopingspoging volgt. 1 miljoen voor 2 penalties. Gaan maken. Oei! En wie staat daar? En wat doet hij eigenlijk precies? Hallo? Hij filmt! Hij filmt! We zijn live! Live met de aftrap door de twee mascottes en je kent het wel. Recht op het doel af. De creators laten die gassies dan gaan, normaal gesproken. Maar dan gaan ze de verkeerde kant op. Dan pakt Joris per ongeluk de bal af. Dan is daar Marwan die een tegenstander torpedeert. Dan is daar het doelpunt. Nee, Noah heeft er geen zin in, lichtwars. Senio helpt. Nou, daar is hij dan. Nee, weer niet. De andere creators lachen zich rot. Noah redde weer. Dit is de slechtste symbolische aftrap ooit. Arsenio met de lekkere assist. En dan zit hij eindelijk. Dat was zeker geen intikkertje. En dan gaat de scheids naar deze held in beeld richting de echte aftrap. En laat Roy vervolgens zien dat het nog slechter kan. Want hij neemt hem zo terwijl Rutger 5 meter buitenspel staat. Zijn zij de bal kwijt? Is hij een GoPro-bro? En zien we vervolgens een fantastische aanname van Joris van Arkemist. En wie is eigenlijk commentator vandaag? Edward.
Hartje, leuk op Arsenio. Die stuurt Roy diep, dat is logisch, want dat is de snelste van het stel. Achterbal. Maar Roy de coach neemt hem gewoon als corner. De scheidsrechter even tegen de zon in. Laat het gaan. Luca, Roy en is dit Hens? Gefloten. Roy gaat richting de strafschopstip. Ook heel snel. Na 5 minuten al is dit een penalty. Roy miste de laatste 35 strafschoppen die hij nam. En nu schuift hij hem wel in de hoek. Is het raak? Wat een dikke goal. Bam! Een goed hoofdje, koelbloedig. Dat is helemaal geen corner. Nee, en op het bord staat 1-1. Lekker dit, eindelijk dat penalty trauma kwijt. Wij houden het bij 0-1. Roy richtte trouwens op de waterfles van de keeper als extra bonus. En Noah, wat doet hij? Natuurlijk, een ras entertainer met veel fans achter zijn goal weer. Arsenio laat gelijk zijn skills zien, neemt tegenstanders in de maling. Zo, hij is geoond hoor. Je kan me toch niet pakken. Nee, ik weet niet. Luca laat zijn tegenstanders zelfs zomaar omvallen. Deze Don heeft spaghettibenen en Glenn geeft bijles aan de Vespro's. You say, Scheveningen. No, listen. Scheveningen. De Vespro's gaan trouwens een Creators FC opkomsttune maken. Een team vol special skills. Roy kan goed pukken. Ja, ik vind het fantastisch. Sebas, met een tikkie terug dat een tikkie te non-show is, komt daar het traditionele tegendoelpunt. Nee. Wel hard was die en gevaarlijk dit. Dan Rutger, die goed naar Akamist heeft gekeken met name de aanname is goed verzorgd bij de creators. Rutger heeft hier in Apeldoorn een team Tantum Freerun vestiging Marwan. En ook Luca fopt zijn tegenstander. En ook hun coach is trouwens een vrouw en bijna net zo aantrekkelijk natuurlijk als Roy de coach. Arsenio, Luca, 1-2 met zijn tegenstander. Luca, Giliot, Luca, wat is die hot. Wat een goal. Zo de knetter. Bellissimo. Oh, FIFA. Ja toch. Moet je eten. Inderdaad, een FIFA goal. Een joystick actie van deze man. Golasso. Hij valt na een kwartier spelen. De nul staat nog, maar niet daar op het scorebord. Krikel wordt toegeschreeuwd en voor zijn eigen dugout gaat hij onderuit. Arsenio. Lekker op Luca en bijna nu al zijn tweede. En Hedrick brengt hem in de top 3 van de topscorerslijst. Arsenio staat er op eerste, Rutger tweede. Daar kijken ze heel aandachtig naar hun teamgenoten bij Don Bosco, Nat. Roy wil even een time-out om van het fantastische publiek te genieten. 2500 fans. Shout-out naar Joshua! Creators FC wordt steeds groter omdat ze oog hebben voor het publiek, omdat ze terugzwaaien. Roy met de tips. En dan, het staat rijen dik, kunnen we verder. Zij is kapot, hij heeft altijd energie. Het staat echt rijen dik langs de kant. Veel klassen natuurlijk ook. Klassen. En Koen die zegt, keeper de biep. Hoera, daar gaan we weer. Koen. Rutger. Gooit 2-2 tegenstanders tegelijk. En fopt ook nummer 3 daar. Timo Minema gaat vlaggen. Best wel. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk was. Nee, nu nog niet. Goed. Volgende wedstrijd, Timo Koen. Alessio heeft geleerd al die mooie meiden die achter hem aanlopen te ontwijken. Wel goed geprobeerd door haar, vindt Alessio, die in dit duel 2 vingers zou breken, maar gewoon doorspeelde. Sterk. Marwan zou heel graag willen scoren. Deze bananenbal is fruitig, maar niet lekker genoeg. Duimpje omhoog wel voor die keeper. Die komt met een aardige zweefzeef daar. En de camera wordt omvergeschoten. Arsenio zijn held zet hem recht. Terwijl het spel doorloopt, Creators dus even met 10 man. Alessio gaat het duel aan. Vel wordt vastgehouden. Dan wordt het een beetje trappen en terugtrappen. En dan ineens gaat het los. Let's get ready to rumble. Het wordt knokken. En Arsenio is de vredesduif. Die Don zegt nog geen pardon, geen sorry. Het gaat er verhit aan toe en het wordt nog warmer. Zij lijken weer vrienden. En Krikel moet op de foto, gaat zo invallen. Luca daagt die ruziemaker uit. En, ho. Heel aardig. Dan Joris, weggekopt. Arsenio pikt op. Man kwijt, komt er nog eentje. Wat een actie, de 0-3. Arsenio, nee, eigen doelpunt. Vies goaltje hoor, in de kruising. 0-3, dankzij hem. On goal, dit is voor hem. Esportief, wereld, kruising. Ja, zo ging dat. Arsenio. En dan die aanvoerder met rechts en links. Hij is dus een soort van tweebenig.
Gebeurt na een half uur spelen. Zij blijven vasthouden aan de illegale 1-0. En Noah doet dit. Drie keer gepasseerd door creators die dan Tiki Taka Tuzani demonstreren. Tuzani die heel graag met de creators mee zou willen doen, maar door rugproblemen geen wedstrijden meer kan spelen. En ook de ingevallen Krikel gaat mee in dit waanzinnige niveau. Zij zijn kampioen, gefeliciteerd. Rutger brommelt zich. Zo, wat ruimte. En komt hij dan ook met een schot, nog meer acties. En daar is het schot. Shout out naar Joshua! Luca, Boer Ayoub, Rutger, Rutger, goed, Rutger, keeper. Een boerenblok dan, een soort van assist kan het worden. Die keeper die verkijkt zich hier en Luca met zijn tweede. Prima. Hattrickje vandaag. Wil je ook nog eens zien? Hij belooft er dus nog eentje. De keeper redt deze nog wel, maar verkijkt zich dan vervolgens hierop. En het is Rutger die dan de assist geeft. Luca prikt hem erin. En dan zien we vervolgens onze field runner in actie. Daar. En hier onze superkeeper. In dit tempo kan het naar de 10 gaan. Nog voor rust krijgt Luca te maken met bijzondere bewaking. Een felle goede tegenstander. Lang geleden haalde Arie Riedijk met maar één arm het Nederlands zaalvoetbalteam. En deze jongen is ook bijzonder hoor. En bijzonder goed, kijk maar, handig. En hij heeft een geweldig evenwichtsgevoel ook. Blijft knap overeind. Respect. Dan Roy de Koot met zijn befaamde pinguïn ingooi. En let op Krikel. Let op Krikel daar in het midden. Vinden jullie dit een strafschop? Hij wordt niet gegeven. Marwan moet oppassen dat hij geen panna krijgt. Probeer het niet bij hem, want dan haalt hij er neer. Een typische mokro-mafia actie is dit. Dan, hun aanvoerder. Die wil ook wel eens in het goede doel scoren. Maar Noah heeft zo nog steeds de nul voor het eerst in 7 jaar. Ondanks dat er inderdaad een lastige zwabber aan zat. En ook de scheidsrechter tegen de maan inkijkt. Timo, is dat Ricky, Lucas of een Vespro? Het is in ieder geval een prima redding van die keeper. We zien daar dus op rechts nog een GoPro-bro op het veld. Zijn assist heeft hij mooi in beeld, deze, op Luca. Komt er een hattrick in de eerste helft? Nee, wel 2 goaltjes in naar eigen zeggen Planga weer. Timo. Vespro. Timo. En een geval van zelf halen, maar hij kreeg hem niet helemaal lekker, zegt Timo. Dan nog een keer die handige gast van het Don Bosco. En zelfs Arsenio heeft het moeilijk met hem. Ja, echt. Respect. Hij speelt zich in de kijker wanneer die de andere kant op wordt gericht. Het is rust. Het is 0-4. Minstens zoveel goals in de tweede helft. Eerste rust reacties. Ik ben helemaal kapot. Ik heb 10 minuten gespeeld, hè. Ja, het is niet van mij. Ik had nooit verwacht... De nul nog, hè. De nul. We hebben de nul nog. Dat er zoveel publiek zou zijn. Hey, allereerst dikke love daar naartoe. De zero. Mee, zero. Ja. Het is nul. 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 Mocht je een keer een wedstrijd van ons in de buurt hebben, join. Maak er een gezellige dag van. 4-0. Die handschoen en Noah. Denk eraan. De 0. Kat in het bakje. Kat in het bakje. Jij hebt jullie een probleem. Probleem. Jij hebt een probleem. Dan heeft Roy een probleem. Want de 0 euro staat op de check voor het goede doel. Dan moet hij gaan bellen, dingen regelen. En jawel hoor. Even later krijgt hij het voor elkaar. Ja, gooi er dan nog even 10 euro bij. En 13.000 wordt het voor de voedselbank Apeldoorn. Zij huppelt. Heeft zin in de tweede helft. Handtekeningen, selfies, voetballes door Joris. Wat een rust. Een backflip training. Gelukt. Selfie ook gelukt. En Koen krijgt een compliment. Ken je Maicon? Hè? Maicon. Alessio is de nieuwe clubfotograaf. En Koen, wat doet hij? Lekker man. Geen thee, maar een ijsje in de rust. Yoghurt, uitbij. Is de smaak. Alessio heeft de smaak te pakken. Marwan is een modaal model. De rollen zijn daarna omgedraaid. Kijk maar. En Krikel plus start the wave. En dan is er nieuws. Ik ga voor het eerst scoren bij creators. Eerst even je rust nog pakken. En het publiek opzwepen. En dat publiek breekt bijna door de hek heen. Helemaal als Noah nog dichterbij komt. Hij gaat daar op jacht naar quotes. Zeg maar. Heel heftig, dit is heel heftig, heel heftig. Zo heftig dat de beveiliging in actie moet komen. Nou jongens, tweede helft. Tijd voor een ander geluid.
Dat was Jeffrey, vriend van Timo. Aanvallen is het devies en Glenn begrijpt dat en begint zo. Een soort rugbyaanval wordt hier opgezet met als vraag wie gaat er schieten. Het is Krikkel, die nog niet heeft gescoord voor Creators FC. En net als Marwan op jacht gaat naar zijn allereerste, dan de tegenstander. Oh, die bal zijn ze kwijt. En Noah, die alle love verdient van Koen. Iemand die dronken is, heeft de GoPro daar een beetje schuin gezet. En let op boer Ayoub daar. Die staat klaar om weg te sprinten. Arsenio gaat hem geven. En is dit buitenspel? Nou, laten we nog eens kijken. De herhaling. Net misschien deze wapperwappie wappert in ieder geval die kans weg. Dan Glenn weer. Helder. Fopt zijn tegenstander. Heerlijk. Komt er een vervolg? Ja, deze bal wordt gegeven op wie daar is. De paal. Palos. Beetje pech. Beetje jammer dit. Koen. Met de ingooi. Oh, dan een zware blessure voor hem. Hij rug. Ja. Ja, en we. Oh, ja. Oh. Rugpijn weg. Krikkel klinkt er. Alessio. Met weer zo'n fel duel. En weer een fitty. Ja, het gaat er serieus aan toe. En hij gaat lekker spelen op zijn fluit. En Koen heeft een nieuwe uitvinding. De hoekschopligger in plaats van de muurligger. En werkt het? Ja, het werkt. Er wordt niet gescoord. En dan gaat hij schieten. Schieten of toch niet. Dan Sebas met een schouderduel. Toch wordt er gefloten. Dat is schandalig. Een vrije trap en het zal toch niet. De vorige ging erin. En nee toch. Ja jongens, weer niet de nul. Maar we gaan voor de 1. Ja, we gaan weer voor de 1. Juist, ja. Tja, hij deed dat wel slim, die vrije trap zo nemen dat de bal nog net eventjes opstuit vlak voor Noah. Het is 1-0. Niemand wil dan nu zijn handschoenen, lekker moment. Hij gaat eruit en dat wordt geveerd. Omdat ze gescoord hebben, is hij helemaal het mannetje bij de dames aan de kant. Dan Noah met een uittrap, die is weg hoor, zo het publiek in. Dan op beeld lijkt het zo, alsof de helling zo gaat. Is de verklaring van boer Ayoub. Hij geeft selfies, is de golden boy van de creators. Marwan eist die bal op. Heb me hem laten nemen, grap. Zegt Alessio, die dan met deze scheppaas komt in de richting van boer Ayoub. En die schopt die keeper bijna doormidden. En let dan op Rutger. Wat kan die jongen aannemen? Glenn. Met een fantastische actie. Glenn Helder, zijn zoon is kampioen geworden. En Glenn zelf is dat sowieso. Wat een normaal doelpunt. Zo heeft hij het al honderden keren gedaan. Naar binnen komen, schieten en scoren. Wat een held is die toch. Lekker balletje. Huis, huis, huis. 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 Ze blijven in je huis. Oh, wereld. Koppers. Creators FC heeft de laatste 8 duels niet gewonnen. Dat moet nu eindelijk weer eens goed gaan komen. Het is 1-5. Noah kan altijd nog dirigent worden. Daar staat het. En ze geven zich over. Voel me even toe, dit is mijn snap. Hoe gaan we dit met ik? Maar dan worden de jokers ingezet. Deze vrolijke jokers. En gaan we een backflip zien langs de lijn. Ja. En ook dat wordt gevierd. Dan deze gast die ver komt en Sebas zegt not in my house. Keihard blok was dat. Vervolgens loopt die aanval veelbelovend door en een panna deluxe van Glenn Helder. Fantastisch. Dan ook nog Sebas met het schot dat naast gaat. Beetje moe nog van het regelen van een bruiloft. En dan een zware blessure van die gast die net in botsing kwam met Sebas. Daar hangt het voetje. De EHBO moet er aan te pas komen. We wensen je een goed herstel. Hij is een held omdat hij zijn tegenstander geholpen heeft. En wat een feestje daar achter de dugout van het Don Bosco. Ze weten niet wat ze meemaken. Koen met ook nog deze wanneer zijn tegenstander eruit gaat. En een uittrap die over de zijlijn gaat. Het veld staat nog steeds scheef en Roy gaat er vandoor met de bal. Geeft hem dan aan Krikkel. Glenn zegt hier op mijn stropdas. Maar Krikkel draagt nooit stropdassen. Ja, die hoort daar ongeveer te zitten. Hier hebben we Alessio. Daar is Krikkel. Gaat hij dan scoren in dit duel? Jawel! Hij doet het! Krikkel! Zijn eerste voor de creators. Lekker. Ja, oké. Ik kan niet wachten dat het zou kunnen. Wat kan?
alles kan. Als je er maar in gelooft. Everything the mind can conceive and believe it can achieve. En Sam Krikel is op weg naar 100.000 boksen. Ik dacht, ik spaar al mijn krachten voor dat ene moment. En toen, boom, scoorde ik. De eerste set is binnen. Gaat de 10 nog lukken? Alice is erin gekomen. Alice in Wonderland kijkt om zich heen. En vraagt zich af, hoe ben ik hier beland tussen al die bekende YouTubers? Arsenio heeft geen genade voor mannelijke tegenstanders. Maar voor vrouwen heeft hij een zwak. Alice mag, wat hem betreft, wel gaan scoren. Daarom dit paarsje. Noah denkt er anders over. Die is bikkelhard. Glenn, van ver, van heel ver, goed geprobeerd. En die poging geeft de tegenstander een idee, want ook hier een schot van heel ver. En Noah? Goeiedag, Phil. Roy heeft een probleem aan de kant. Ja, dubbele wissel, ik weet niet wie is. Dat is altijd een ding met een tweeling. Dus ik kijk naar de schoenen, dan weet ik het. Kijk. Schoonmoeder. Schoen, het is niet schoenmoeder, het is schoonmoeder. Hij denkt dat het schoenmoeder is. Gooi je schoenmoeder altijd aan. De Vestpro's komen er allebei in en Krikel blijkt een poefje. Vestpro 1 wordt gepasseerd, maar Noah niet in dit geval. Hij blijft scherp, ondanks de voorsprong. En zijn beleving is altijd fenomenaal. Alessio. Alessio, goed. En goed gekiept ook hoor. Ja, het niveau gaat ineens verder omhoog. Een mooie redding inderdaad, maar dan gaat het stormen van creatorskant. Let op de komende minuten. Luca dreigt met de bunny hop. Alessio en Marouane. En daar is dat goaltje dat hij zo graag wilde maken. En of hij er een beetje blij mee is. Kijk hem eens gaan, die kleine grote man. Hij heeft hem. En niets aan deze blijdschap is geacteerd. Hij viert het met zijn fans. En wat een beeld hebben zij kunnen maken, zo zeg. En wat prikt hij hem er prima in. 1-7 en Marouane moet dan gered worden. Ik ben super blij, man. Als ik vandaag niet had gescoord, dan was ik denk ik niet meer gekomen. Marouane krijgt geel omdat dat goed bij zijn shirt staat, denk ik. Er komt veel tijd bij. Zijn held feliciteert hem. En dan is daar Rutger heerlijk op Alessio. En prik! Au, nog een goal. 1-8. Alessio verdient deze zeker. En wat is de eerste reactie na zijn goal? Dit. Wow! Golasso! Golasso. En zij heeft de stand op de rug als eerbetoon aan haar idool, Alessio. Is er tijd voor nummer 9 en 10? Eerst Don Bosco. En een scherpe Vespro. Vrije trap tegen. De vorige ging erin en deze wordt gestopt door Noah. Hun keeper is mee naar voren. Dan wordt het een sprintduel tussen Noah en die andere keeper. En zijn opmars wordt daar gestuurd. Marwan gaat dan keeper bij de creators. En die is langer dan het lijkt. Raakte daar bijna de lat met zijn hoofd. En daar is de volgende kans en het volgende doelpunt. Van Alessio. 1-9. Nee, buitenspel. Dat is een beetje jammer. Boerayou. En dan is daar Vestpro en zelfs die scoort bijna. Marwan laat zijn keeperskills zien. Zonder bal. En wordt dan in de maling genomen door de fans, want die roepen dan ineens, daar komen ze. Niet. Alessio valt voor dit meisje. Onze trompetist staat klaar om het eindsignaal te blazen. Marwan doet verzoeknummers, de Gritty bijvoorbeeld. En oppassen nu. Oppassen. En Joris, dit is beslist geen akamist overtreding natuurlijk. Geen strafschop, of toch? Wat vind jij? Laatste minuut. Luca. Luca kijkt. Daar is Alessio en Rutger en Noah zegt dat dat een mooie kers op de taart geweest. Extra tijd. Arsenio. Zelf Arsenio. Of misschien wel Boer Ayoub. En daar is de 1-9. Zo zeg. Wat een feest. Boer Ayoub scoort ook nog. Doet zijn schoen daarbij uit. Maar dan kort daarna aan de andere kant. De aftrap is snel genomen. Nog een illegaal doelpunt. Maar twee halve illegale maken een hele. En de eindstand wordt daarmee 2-9. Of was er nog een doelpunt?
No, maar I did 10. No, I did 10. Eindelijk weer een overwinning. En wat voor eentje. Het is tijd voor vriendschap, voor selfies, voor gekkigheid en voor heerlijke interviews. Timo, ik vond je heel goed vandaag. Ik heb minder gespeeld, maar ik heb wel efficiënter gespeeld. Ik weet niet wanneer de volgende wedstrijd is, maar misschien ben ik net op tijd klaar. Mijn shirtje lenen. Welkom bij het prachtige interview. Wat zei ik tegen jou? De eerste twee keer ging minder. Derde keer geef ik een wereldassist op een wereldgoal. En wat zei ik tegen je? Wij doen het aan drie keer scheepsrecht, maar... Drie keer scheepsrecht. Vier keer. Hij echt look older. Als je kijkt, welke is ouder, denk je? Jij, 7 minuten. Oh, toch een kleine pitch invasion hier. Maar we gaan gewoon door. We laten ons niet... Play of the match! Nee joh! Ja, 100%. Ah, yes. Ja, sterk. Ja, echt maar. Top. Heb jij wel eens een blikje cola in een flesje water gezien? Nee. Hop. Alsjeblieft. Hoe dan? Het is ook trouwens mijn eerste keer voetballen met Glenn. Dus echt? Daar verheugde ik me ook op. Ja, met de legend. Dus ik herken ze aan de schoenen. Dus ik weet aanvaller... Nee. Verdediger, aanvaller. En tattoo ook. So we hebben het thuis. Hebben wij een thuis? Zeg maar. Hey, op naar de volgende. Ja, nee, klaar. Uitgespeeld. Het is voor mij om met pensioen te gaan. Tot de volgende. Tot de volgende keer, dankjewel. Doei. Iedereen bedankt voor het kijken. Dikke duim. Voor jullie zelf, voor het kijken, voor ons steunen. En we gaan gewoon door. Kijk zeker ook naar deze hilarische video.